bij weer een nieuwe vlog. Ik vond het wel weer leuk om vandaag even te gaan vloggen. Ik heb net besloten dat ik deze ochtend, middag, ik weet niet eens hoe laat het is. Oh, precies 12 uur. Dat ik eventjes me-time ga nemen. Ik ga eventjes lekker mediteren en eventjes kijken hoe mijn chakras staan en zo. Ik voel dat ik dat wel nodig heb. En ik heb ook een goede voornemen voor 2018 is om minimaal 1 keer in de week te mediteren. Ik ben er zo ontzettend slecht in. Ik doe het misschien 1 keer in de 3 maanden of zo. Maar en als ik het dan doe, dan vind ik het echt weer super fijn. En dan denk ik van ja, ik moet dit vaker gaan doen. En dan het komt er nooit van. Dus nu gewoon 1 keer per week moet het gebeuren, vind ik. En ja, het is ook wel echt nodig. Ik heb hier eventjes alle spulletjes klaargelegd. Ik ga straks een kaarsje aansteken. Ik heb een lapis lazuli klaar liggen. Dit is de kaart voor vandaag. Pain and Pleasure. En ik loop voor iets weg. Of ik ben iets aan het ontlopen. En ik heb daar letterlijk echt heel veel pijn van in mijn schouders. Ik heb heel veel pijn, emotionele pijn ook. Voel ik wel. Alleen, ik weet niet precies wat het is. Dus dat ga ik straks eventjes voor mediteren. Dat ik meer inzichten krijg van mezelf. Dat vind ik wel erg belangrijk. Ik ga een kaarsje aansteken. Ik ga nog even goed doorlezen wat de kaart betekent. Ik krijg al wat door van de kaart zelf. Maar ja, ik wil nog eventjes wat meer informatie. Ik heb hier mijn biotensor. Daar ga ik mijn chakras straks eventjes mee meten om te kijken of ze nog open zijn. En of ze niet heel erg uit balans zijn, want ik heb het gevoel dat dat aan de hand is. Wat nog meer eigenlijk? Ik heb hier mijn meditatiekussen en die heb ik even omgedraaid, want deze is eigenlijk... Oh, zo, heel veel haren van Cincy. Nou, die ga ik straks eerst even schoonmaken. Ik denk dat mevrouw er veel langs loopt, hè? Ja. Dit is eigenlijk een meditatiekussen voor het keelchakra. En ik wil niet specifiek gaan werken op het keelchakra. Ik wil gewoon een algemene meditatie doen. Dus dan draai ik hem altijd eventjes om. Straks eerst even schoonmaken. Dat is wat ik nu op dit moment ga doen. Ik ga beginnen met om te kijken hoe mijn chakra's op dit moment staan. Want daar kan ik ook altijd wat meer informatie uit krijgen. Dan ga ik een hele scan doen van mijn lichaam. Om te kijken waar de blokkades zitten. En of dat dan emotioneel, spiritueel of mentaal is. Of fysiek, hè? Dat kan ook nog. Dat fysiek in je lichaam iets niet goed is. En dan zou ik dus eventjes naar de dokter moeten. Oh jee. Een kat heeft een haarbal. Ik ben zo terug. Zo, daar ben ik weer. Ik was blij dat het nu gebeurde en niet tijdens de meditatie. Dat is niet zo, nee. Eerste chakra scan, body scan. Dan ga ik, als mijn chakras een beetje uit balans zijn, ga ik daar even reiki voor geven. En kleurenmeditatie, zodat die weer open gaan. En weer een beetje in balans komen. Dan ga ik mijn kaarsje aansteken. Dan ga ik kaart in me opnemen. Dan pak ik de lapis lazuli erbij. En dan ga ik eerst eventjes gewoon even rustig mediteren. Eerst eventjes mijn gedachten laten komen. En dan op een gegeven moment dan ga ik kijken of ik vragen kan stellen aan mijn lichaam over waar de pijn vandaan komt. En in ieder geval, misschien snappen jullie dat wel. Dus daar ga ik mee beginnen. En dan kom ik straks bij jullie terug. Ik ga vanmiddag weer organites maken. En het lijkt me wel leuk om jullie daar een beetje mee te nemen. Ik ga een paar nieuwe dingen maken. Dus het is iets wat ik eigenlijk nog nooit heb gemaakt. Dus dat is altijd spannend. Ik zie jullie zo weer. Ik ga lekker mediteren.
Zo, de meditatie is klaar en het was weer echt heel fijn nu. En ik ben er nog niet helemaal achter waar de pijn vandaan komt. Hij is nu wel minder, dus ik heb er wel goed de aandacht aan besteed. Ik heb al een paar opties, maar het is nooit dat als je je bewust wordt van de pijn dat het dan meteen weggaat natuurlijk. Dus ik moet even wat acties ondernemen. Ik heb alles klaargezet voor de Orgnites te maken. Ik zal het eventjes laten zien aan jullie. Ik ga voor het allereerst oplaadschijven maken. En ik heb drie varianten. Dit is wel een heel kleintje, maar als het goed is past daar een glas op. Of in ieder geval kan je er edelstenen mee opladen. Deze heeft de Seed of Life in zich. En wat erin komt is een herkimmerdiamant. En verder moet ik dat nog eventjes gaan uitvogelen, maar dat, dat komt tijdens het proces. En toen werden we even gestoord door de hond, dus moest ik even mijn camera wegleggen. De kleine oplaadschijf, kleinere, de middel eigenlijk, middelmaat. Daar komt ook een Seed of Life in. Citrien, herkimmerdiamant en carniol. En dan de laatste, daar komt iets in dat ik best wel enthousiast over ben. En dat is deze levensboom die ik maak. Daar maakte ik eerst altijd hangers van. Maar ik vond het wel een leuk idee om daar een oplaadschijf mee te maken. En dan roze kwarts en dan ook nog aventurijn. Dit is allebei aventurijn en een herkimmerdiamant. En de eerste lagen die heb ik er nu in zitten. Bij deze heb ik een kleurtje gedaan. Kijken hoe dat uitpakt. En deze gewoon even een blanco starterslaag. Zodat er geen open plekken en bubbels komen als ik nu de stenen erin ga leggen. Dus dat is het nu eigenlijk. Dan zijn we ook bezig met onze lunch aan het maken. We lunchen een salade. We hebben hier eitjes klaarstaan. En dit is tot nu toe mijn salade. Er zit nog niks in. En dit is die van Anthony. Er zitten hamblokjes en kaas al bij. Mm-hmm. En er komt nog tomaat en ei en komkommer en feta. En ja, that's it. Ik moet nu dus eventjes wachten totdat de volgende laag gegoten kan worden. En wat ik in die tussentijd ga doen, ik heb eigenlijk nog geen idee. Opruimen denk ik. Zodat ik weer eventjes op mijn plek heb. En ja, that's it. Misschien even Sims spelen of een aflevering kijken van iets. Ik zie het wel. In ieder geval dus even lunchen. En ik denk dat ik daarna wel weer een laag kan gieten. Dus tot zo. De volgende laag zit erin. Hier heb ik alles al erin gelegd. Bij deze ook. En die is al helemaal klaar. Dit is siliconen mal, dus het gaat iets sneller altijd. Nu wachten totdat dit hard is. En dan kunnen we de volgende laag gaan doen. En dat zal nog wel even duren, denk ik. Maar ik vind ze nu al echt heel erg tof worden. Ik ben echt ontzettend benieuwd. De taallaag zit er nu op. En dan gaat er bij deze denk ik nog twee kleuren bovenop. En bij deze eentje. En dan is die ook klaar. En we zien het verder als wel. En dan gaat het verkeerd, hoor ik. De buren die hebben een puppy gekregen, een nieuw hondje. Dus het is wel leuk om te zien. Alleen Gipsy moet er nog even heel erg flink aan wennen. Dus maar kijken hoe dat uitpakt allemaal. Ze stond net al bijna op het bureau met de poten. Dus daar word ik niet zo vrolijk van. Want alle Orgnites staan daar. Dus als het kapot gaat, dan ben ik wel een beetje boos. Ach ja. Hè? Ondertussen zijn we met het eten bezig. We hebben pompoen uit de oven. Wat rosti rondjes. Min 1 volgens mij zie ik net. Die is gevallen zo te zien. En voor de rest hebben we gezamenlijke rekening geopend. Wat
dat het voor ons wel makkelijk maakt. Want ja, nu we... Ik betaal de boodschappen, maar Anthony doet vaak de boodschappen. Dus dan betaalt hij en dan moet ik het weer terugbetalen. En het is allemaal, ja, niet handig. Dus we hebben nu een gezamenlijke rekening. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Kijken hoe dat gaat, of dat makkelijker gaat. Dat ook dat als we bijvoorbeeld met de dieren naar de dierenarts moeten of zo, dat daar ook gewoon een gezamenlijke rekening voor is. En ja, dus heel makkelijk. ook kreeg ik een pakketje, een verrassingspakketje. Ik had geen idee wat het was. Ik had niks besteld meer. Dus ik stond er even naar te kijken. Maar dat waren onze kaarsen van Dutchen. Want daar hadden we een tijdje onze kaarsen tentoongesteld. Of die konden daar gekocht worden. En daar kregen we het restant van terug. Er was niet heel veel verkocht. Maar ja, ik ben toch wel blij met de verkoop. De pompoen die moet nog wat langer, zie ik. En toen is net een stukje aan het proeven of het al goed is. Maar die is nu niet goed. Ja, dus dat is wat er nu een beetje gaande is en gebeurd is. Ik ga even wachten totdat die lagen klaar zijn. En ik denk dat ze echt super gaaf worden. Ik kan echt niet wachten totdat ik ze... Ja, uit de mallen kan halen. Ik denk dat dat nog denk 2 dagen duurt of zo. Dat ligt er een beetje aan. Ik heb, ja, dit is de eerste keer dat ik van die oplaadschijven maak. Dus het kan best zijn dat zij wat sneller hard zijn. Omdat het natuurlijk een best wel dunne laag is vergeleken met een piramide die echt super groot en dik is. Dus ik ga het meemaken. Ja. Dat was het. Vanavond ga ik denk ik vroeg slapen. Omdat ik best wel last heb van mijn schouders. Dus dan kan dat ook weer op tijd rusten. En ik laat jullie straks wel even de laatste lagen zien. En dan was dat het voor deze vlog. Dus ik zie jullie zo weer bij de laatste paar lagen. Ja. Zo, de laatste lagen zitten er nu op. En ik ben echt zo ontzettend benieuwd. Deze die is al aardig droog aan het worden. Deze ook wel, maar die, ze moeten allebei nog eventjes een dag extra uitharden voor de zekerheid. Ja, dan hoop ik dat jullie het leuk vonden om een beetje het lagenproces te zien eigenlijk. Ja, ik hoop dat jullie het gewoon leuk vonden om te zien hoe zoiets dan tot stand komt. Ja, als jullie nog vragen hebben hierover, kun je me altijd stellen natuurlijk. En dan was dat eigenlijk voor nu, want verder, het is nu inmiddels al bijna 8 uur volgens mij. Dus ja, wat ik verder ga doen, een boekje lezen of zo, dat is misschien, ja, dat is niet zo interessant om te zien voor jullie, denk ik. Wel wil ik alvast even zeggen dat deze oplaadschijven waarschijnlijk vanaf de 10e in de webshop staan. De 10e heb ik weer een update van alle nieuwe Organite stukken. En ik kan alvast eventjes een beetje laten zien wat er allemaal in komt te staan. Want ik heb het toch zo'n beetje hier voor me liggen. Niet alles, maar ja, heb je een klein ideetje. Nou, dan komen dus de nieuwe oplaadschijven. Die hebben jullie natuurlijk nog niet echt helemaal gezien. Je kan ze wel misschien een beetje zo. Ja. En de andere, oeh, is te groot. Dat ga ik niet redden met mijn handje. Maar dit zijn een aantal van de Organite. De hangers, de Organite Small, Medium en een Large heb ik hier ook nog staan. Ja. Dit is wat ik op dit moment voor me heb staan. En ik heb ook nog ergens anders wat voorraad en in de la. Maar ja, dat komt dus allemaal de 10e bij de update. En de update zal plaatsvinden om 7 uur 's avonds.
Ik ga het ook nog wel even aankondigen op Facebook en op Instagram en nog ergens anders? Nee, volgens mij niet. dus ja, daar kunnen jullie het ook allemaal terugvinden. Ja, dat was dan het voor deze video. Ik vond het ontzettend leuk om dit eventjes vast te leggen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!